kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je ziet zie ik er een beetje uit als een zwerver. Ik kom net uit de douche, ik kom net terug van school. En ik had gewoon helemaal geen zin om moeite te doen om er mooi uit te zien voor dit intro. Dus jullie moeten het gewoon even doen met dit. Helemaal gezellig. Zoals je al aan de titel hebt kunnen zien ga ik vandaag een home tour doen. Want zoals veel van jullie wel weten ben ik verhuisd. Ik woon nu in Tilburg. Want daar volg ik de opleiding muziektheater aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten. En daar ben ik super blij mee, maar dat terzijde. Ik ben dus verhuisd naar Tilburg, want ik woon niet dicht bij Tilburg. En ik moest verhuizen. Dus ja, ik woon hier samen met een heel goed vriendinnetje van mij, Soraya. Die doet dezelfde opleiding als ik, alleen een jaartje hoger. Ik ben hier meestal 5 dagen per week. En in het weekend ga ik dan naar huis, naar mama. En soms blijf ik hier ook wel een hele week. Soms blijf ik in het weekend ook nog hier. Als ik wat belangrijks heb. Ja, ik heb dus vandaag een home tour voor jullie. Ik zat heel erg te twijfelen of ik het een room tour of een home tour wilde noemen. Want in principe ga ik niet het hele huis laten zien. De kamer van Soraya ga ik niet laten zien, want dat is haar kamer. Dat hoeven jullie niet te zien. Maar mijn kamer zelf is heel erg klein. Dus als ik alleen een roomtour zou doen, dan zou het een hele korte video worden. Ik laat ook gewoon een beetje de woonkamer zien en zo. Dat is misschien wel leuk. Dat ga ik eigenlijk doen. Dus laten we dit intro vooral nu niet meer langer gaan maken. Want het is al veel te lang. En laten we beginnen met mijn mini home tour. Oké, als je binnenkomt in ons huis is dit wat je ziet. Het is gewoon een gangetje. Helemaal leuk. Hier hebben we ons sleutelkastje. Dan hebben we hier de kapstok. Zoals je ziet hangen er niet zoveel jassen. Maar ja, het is nog niet zo heel slecht weer. Dus we hebben nog niet zoveel jassen nodig. Dan hebben we hier een spiegel. En hier staan onze parfummetjes op. Zodat als we weggaan we lekker nog even snel een parfummetje op kunnen spuiten. Hier ben ik heel blij mee. Vind ik heel handig. Hier staat mijn koffer. Ja... Weet ook niet waar hij daar staat, maar er is niet echt een andere plek voor. Dit is de douche. Ik zal hem heel kort even laten zien. Het is een hele kleine douche. Ik heb ook echt net gedoucht, dus ja. Dan is naast de douche eigenlijk gelijk de wc. Vet interessant. En naast de wc hebben we mijn kamer. We gelijk maar hier beginnen. Hier is een soort van, ja, inbouwkast. Een soort van, het is een inbouwkast. En hier heb ik... een deel van mijn kleding liggen. Broeken en rokjes, truien, t-shirts, hemdjes en nog lange mouwen shirts. En daaronder liggen wat, ja, troepjes eigenlijk. Maar ja, dit is dus het eerste deel van mijn kleding, want dit is niet alles. Als je dan dus mijn kamer inloopt, zie je eigenlijk gelijk mijn bed hier. Hetzelfde bed als die ik thuis had, super chill met die lades. Ik zal zo even laten zien wat er allemaal in die lades zit. Maar dit is wat je dan ziet. Ja, waar ik vooral heel erg blij mee ben in mijn kamer is dit hele grote raam. Dat is gewoon echt super chill. En die deur kan ook open. En dan heb ik daar een balkonnetje. Die zal ik zo nog even goed laten zien. En dat is gewoon heel erg fijn. En mijn bed ligt gewoon echt heilig. En als je dan de hoek omgaat, dan kom je bij mijn, bij mijn wasbak. En mijn geweldige tafel, roltafel van de IKEA. Wat ik hier eigenlijk op heb is, hier heb ik mijn dagelijkse make-up met mijn kwasten. En dan heb ik hier, ja, mijn pil, hooikoorts, tabletten. Ja, normaal staat mijn tandenborstel hier ook in, maar die staat daar. Nog parfum. Ja, gewoon dingetjes waar ik dan makkelijk bij kan. En dan hebben we hier dus mijn wasbak. Dat vind ik echt super chill wel, dat ik dat gewoon in mijn kamer heb, want... Weet je, daar heb je ook niet gedoe dat je samen gaat tanden poetsen en zo. We hebben allebei een eigen wasbak in ons kamer. Daar kan ik ook gewoon dingetjes op kwijt. Heb ik een handdoekje hangen. En dan hebben we hier mijn grote spiegel. Wat natuurlijk ook heel chill is, want dan kan ik lekker mijn outfitje inchecken. Aan mijn deur gelijk maar eventjes hangen ook nog allemaal dingetjes. Badjas, tassen, petjes. Ja, weet je, dit zijn van die dingen die moet je dan wel hier ophangen. Niet heel chill, maar ja, ik heb er niet echt andere ruimte voor. Dus het moet maar. Ik zal even laten zien wat er in de lade zit. In deze la zitten vooral sokken, onderbroeken, panties, dat soort dingen. En in deze la heb ik mijn pyjama's en mijn dans/sportkleding. En dan hebben we hier toch echt wel de parel van mijn kamer, vind ik. En dat zijn mijn kleding, ja, hoe zeg je dit? Stangen tussen de muur. Ik vind dit dus echt zo chill dat ik hier gewoon mijn kleding kan ophangen. Ik heb hier echt zoveel ruimte. En deze kledinghangers zijn trouwens ook super aan te raden. Nu te koop bij de Primark.
Dat zijn deze. Dit zijn van die hele... Dit zijn van die hele dunne hangers. En het is gewoon heel chill. Want je kan daardoor superveel ophangen. Ik bedoel, kijk. Dat kan je gewoon allemaal. Dan heb ik nog superveel ruimte over. Kijk, nu hangt het wat meer uit elkaar. Maar je hebt gewoon echt zoveel ruimte als je van die dunne hangers koopt. En ja, ik ben hier gewoon heel blij mee. Het ziet er ook gewoon superleuk uit, vind ik. Ja, dit is toch wel echt hetgene waar ik het meest blij ben in mijn kamer. En trouwens, hieronder staan nog bakken en daar zitten mijn schoenen in. Oké, nou dan hebben we hier de meterkast. Ja, het is heel gek dat dat in mijn kamer staat. Maar goed, kan ik niks aan doen. Dan heb ik hier mijn suit koffertje staan. Voor als ik in het weekend naar huis ga. En dit is ook leuk. Dit heb ik op AliExpress gekocht. En daar kan je zeg maar je kettingen aanhangen. Ik heb nog niet alles hier hangen, maar goed. Dat is echt super handig ook. En dan aan de andere kant heb ik mijn geliefde kast van de IKEA. Dit ding is echt mijn held. Erop staat mijn sieradendoos. Dit is eigenlijk gewoon een theedoos van de HEMA. Volgens mij is het een theedoos. Ik heb er een sieradendoos van gemaakt. Dus dat is heel chill. Hier zitten al mijn kettingen, armbandjes, ringen in. Dat soort dingen. Dan heb ik hier dit superleuke fotolijstje van mij en Soraya. Superleuk. Een lamp. Een olifantje die ik in Corfu heb gekocht. En dan zal ik nu even heel kort laten zien wat er allemaal in mijn kast zit. Make-up. Nagellak. Verzorgingproducten. Haarspulletjes. Niet dicht kon. Krultangen, stijltangen, whatever, dat soort dingen. Zonnebrillen, nog wat parfumetjes en dingetjes. En hier zit vooral troep in. Dan hebben we natuurlijk ook nog deze la. Deze la zit een vuilniszak in met mijn was. Want ja, ik had heel veel ruimte over, dus dit is gewoon maar mijn wasla. Heel interessant. En hier zitten schoolspullen in en nog een extra dekbed en zo. Dat is eigenlijk mijn hele kamer. Oh ja, en dan dit is misschien ook nog leuk om te laten zien. Mijn leuke plankjes. En daar heb ik twee kaartjes van Soldaat van Oranje die ik heb gewonnen. Super blij mee. Oké, en als je dan mijn kamer uitloopt, dan kom je bij de woonkamer. Nou ja, dit is onze woonkamer. Ik ga hier een beetje snel doorheen, want het spreekt allemaal voor zich. Onze tafel met heerlijke stoelen die echt super lekker zitten. Mooie klok. Onze heerlijke bank waar we echt mega blij mee zijn. Dat is echt niet te doen. We zijn hier echt super blij mee. Hij kan ook uitgeklapt worden tot een slaapbank wat echt heel chill is. Dus we kunnen zeg maar nog twee mensen op die bank slapen. Dat is echt heel chill voor als we misschien ooit een keertje veel mensen hier te slapen hebben of whatever. Nou ja, deze super twee leuke tafeltjes, lamp en onze geliefde tv met Chromecast, waardoor we lekker alles kunnen streamen naar de tv. Dat is echt heel fijn. Dan hebben we hier nog deze kast. Dit zijn vooral tv dingetjes, leuke foto's en leuke decoratie dingetjes. Dus ja, dat is eigenlijk de woonkamer. Heel klein, maar wij zijn er heel blij mee. Elke avond theeavond in de woonkamer met z'n tweeën. Dan is hier de kamer van Soraya, die ga ik niet laten zien. Hier hebben we onze voorraadkast met eten. Ook niet heel interessant. En dan hebben we hier de keuken. Wat niet heel netjes is nu, dus eventjes zo. Helemaal leuk. Helemaal blij mee. We kunnen heerlijk koken hier. Zo, en dan was dat eigenlijk het hele huis ongeveer. Het is ook maar gewoon een klein appartementje, maar met z'n tweeën is het perfect. En we zijn er super blij mee en we wonen hier echt heerlijk. Echt oprecht, we zijn hier super blij mee. We hebben trouwens ook een balkon, zeg maar, bij mijn kamer, bij Soraya de kamer en bij de woonkamer. Maar ik laat die denk ik even niet zien, want dan kunnen jullie misschien zien waar we wonen en... Dat willen we liever niet. Dus ja, maar dat is ook wel heel erg chill. Dus als het mooi weer is, kunnen we lekker op het balkonnetje zitten. Lekker zonnen. Dus dat is heel erg fijn. En ja, dit was eigenlijk ons huisje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ons huisje eruit ziet. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!